hoe beter je de stamceltransplantatie ingaat, hoe beter je eruit komt. Maar de mop zou een hopje zijn als ze met vrienden en vriendinnen inrichten voor jullie om er een leuke middag van te maken. We hebben 5 hele goede tompraters. Het weer zit mee, het blijft droog, de zon komt helemaal terug. En als het niet is, moeten we genoeg drinken. Dan heb ik geen erg meer in, want elk biertje gaat naar het goede doel. Nee, maar ze werken allemaal mee. En ik stel ook best wel alle vragen die er gesteld moeten worden. Ik temperatuur ze, er is niemand die er niet doorheen kon. 1 twijfelgevalletje. Mensen moeten natuurlijk vanmiddag lachen en dan gaat dan achter. Ha, 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 ha. Weet je, dat je niet al die, die dingen in de lucht krijgt. Hè? Ik wil dat toch even zeggen, dat Doreen en Alice hier alles op hebben gezet en ter beschikking stellen. Allemaal voor het goede doel van een goede vriendin van hun. Help Nikki op de been. En die heeft een stamceltherapie nodig. En daarom doen we dit eigenlijk allemaal. God, dat beloven mensen. We hebben bier, drank en lekker meien. Godverdikke, nou wat een leuke middag, hè? Hebben jullie testjes laten doen, nog ooit coronatest gehad? Ja, en jij wel? Jij hebt met zo'n wattenstaafje op jou, een wattenstaafje van 1,5 meter, zo helemaal, helemaal op neus zitten. Ja, ik heb van de week ook laten doen, ik wist dat ik hier moest presenteren. En ik praat ook al met consumptie, dus ik denk dat die voorste mensen kan maar veilig zijn. Dat ding had ik er 20 centimeter op neus in. Die gingen mij zo diep, ze hebben meteen een SOA-test gedaan. En 1 van de 2 was positief. Nou. Je organiseert allerlei activiteiten voor Nikki. Wat heb je allemaal al georganiseerd? We hebben glazen gewassen, of ramen gezinkt moet ik zeggen. Bingo. Bingo-avonden, een songfestival quiz hebben we gedaan. We hebben van alles naar mensen toegebracht voor geld in mijn bus. Meisjes voor vinyl. Meisjes voor vinyl. Die hebben plaatjes gedraaid voor Nikki online. Wat is nou jullie persoonlijke motivatie om dit allemaal voor Nikki te doen? Nikki is gewoon een hele goede vriendin van ons. Inmiddels al een jaar of 20, denk ik, 25. En wij zien er gewoon steeds verder achteruit gaan. En we hadden zoiets van, er moet iets gebeuren. Ja, anders dan gaat het niet goed. Het goede doel is natuurlijk het belangrijkste. Nikki is natuurlijk het belangrijkste. En voor de rest vinden we het leuk om naar Tompraters te gaan. Dus, en een beetje de carnavalsfeer toch alvast een beetje mee te pikken. Zo. En weet je wat het mooie is? Deze camera die ik hier heb, hè? Dat zal ik maar gelijk even uitleggen, want ze loopt hier nou toch. Oh shit, denkt ze. Dit is de snelste camera ter wereld. Die heeft een hele snelle sluitertijd. Dat is ook de enige camera waarmee dat je Sylvia kunt fotograferen met haar mond dicht. Toen moest ik op een gegeven moment zeggen tegen mij van, nou, als je dan het vak geleerd hebt, dan ga je maar een tijdje als persfotograaf werken. Nou, dat beviel dus helemaal niet, hè. In zo'n bevallingskamer. En dat noemen wij dan de perskamer. En dan nou al die dat is echt verschrikkelijk. Die vrouwen, jongen, die worden lelijk, jongen, in 2 minuten tijd, hè. Dat is echt niet normaal. Wie heeft er kinderen van jullie? Oh, ik zie dat bij sommigen dat er niet meer weggaat. Nikki, hoe gaat het eigenlijk met je op dit moment? Ja, eigenlijk niet zo heel goed. Want ik ga gewoon heel hard achteruit. Dus dat is wel balen, want ik had gehoopt dat ik wat stabieler zou blijven. Hoe beter je de stamceltransplantatie ingaat, hoe beter je eruit komt. Wat doet een stamceltransplantatie als je die zou hebben gehad? Die stopt de MS. Je immuunsysteem wordt gereset, dus die valt jouw zenuwen niet meer aan. Dus je gaat niet meer verder achteruit. Hoe ben je eigenlijk op het spoor gekomen van deze behandeling? Nou, ik had er al wel over gelezen en van gehoord. Maar in het begin vond ik het nog heel spannend. Want ik denk, ja, buitenland en je krijgt ook hele negatieve verhalen te horen. Maar ik ben onder behandeling in België en daar wordt het al gegeven. Dus mijn neuroloog zei gewoon van, ja, dat is voor jou eigenlijk het enige wat we nog voor jou hebben. Wat is nou de reden dat het niet in Nederland wordt uitgevoerd? Want ja, je gaat naar België, je gaat naar Rusland. Ja, Nederland is gewoon heel voorzichtig. Ik heb altijd het gevoel, in Nederland moet altijd alles 600 keer onderzocht worden. En dan zeggen ze, nou oké, nou is het helemaal duidelijk. En dan gaan wij het een keer geven. In Nederland zeggen ze gewoon nog steeds dat het niet bewezen is dat het helpt. Terwijl het al lang bewezen is. Kunnen we een beetje droog houden allemaal? Zit allemaal uit de drup? Nou, als in ieder geval geen tranen lacht van het lachen dadelijk, wordt in ieder geval toch nog nat. Hè? Hebben we dat toch gehad?
Want er staat er in de klaar, dames en heren. Ja, hij is hier wereldberoemd in Bokstel. Sterker nog, 200 meter verderop ongeveer is hij geboren. Frans Bevers als de hospik. Hé, hey, maar mensen, die mensen tegen mij, waar wilde jij hier worden in dienst, hè, toen bij de landmacht? Hij zei, waar wilde jij hier worden? Ik zeg, ja, generaal. Generaal zit, hij zei, ben je gek? Ik zeg, moet dat dan? Klok, 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 klok. Jij drinkt als een geit, linksom. Oh, flink drinken, mensen, dat is voor een goed doel, hè? Nee, mensen, maar fijn, hè? Hij zei, tot wanneer heb jij gestudeerd? Ik zeg, tot de vierde klas van de lagere school. Hij zit tot de vierde klas en zegt, ja, tot die tijd kon mijn vader mijn huiswaarder te maken. Ja. In de vijfde klas was het afgelopen, hè. Want toen vroeg ik zo, of het zo van, op school, weet ik niet, vroeg mijn vader tegen mij. Hij zei, weet ik even dat de Alpen liggen, vroeger kon mijn vader, hè, noemen ze dat allemaal, dat spul, weet ik niet, van aardrijkskunde, weet ik even dat de Alpen liggen. Ik zeg tegen de vader, hij zei, nee, zit je daar vooral maar een smoeder zit je, want die rumpt, die raalt alle rotzooi op. Wat is jullie streefbedrag voor vandaag? Ja, het streefbedrag, het zal ergens, als ze goed drinken, 2200 euro op kunnen brengen. En een editie 2, mensen. Dus, voor degenen die er nu niet bij konden zijn, 13 september, een herkansing, ben erbij. Het wordt een top evenementje, dus je moet het meemaken en het is voor het goede doel. Thank you.